Een platform zou juist die filter moeten plaatsen. Als jij al geen filter, maar mooi, misschien plaats je een filter, maar ik weet niet wat voor een filter dat, dat is. Maar als die filter van nu niet juist is ingesteld, ga ik op den duur een bepaalde way voelen. Snap je wat ik bedoel? Zeker als ik weet van, kwaliteit is anders. Snap je wat ik bedoel? Met je emotions te. Je you, een emotional nigga? Ja, bro. Zwaar zelfs. Mijn drijf is van begin. Je emotional. Dat is life. Dat ding is, bro. Weet je, dat ding is: veel, 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 veel uh, gasten komen daar gewoon moeilijk voor uit. Iedereen wil zich hard voordoen. Kijk, ik ben hard op momenten dat dat moet zijn. Snap je? Ik ben emotioneel niet in de zin van ga ja, tegen mij zeggen: ik houd u en ik ga daar beginnen halen voor u. Maar ik ben emotioneel op vlak van hoe dat mensen met mij gaan omgaan. Acties dat mensen op mij doen. Snap je wat ik bedoel? Waarom ik geef je u geen three strikes to cross me? Bij de eerste ben ik al losu. Snap je wat ik bedoel? Dat is die mindset. Voor mensen is dat gevoelig, dus ik heb die naam gewoon overgenomen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind mijn eigen gevoelig, gast. Ja, snap je. Wat jij nu zegt als iemand je cross, en no coming back. Nee. Soms. Soms, maar denk ik er vanaf hoe, hoe dat je bent gecrossed. Echt crossen. Jij koopt niet terug, bro. Vind jij dat de stats, de really dingen, dat ze je hadden gecrossed? Dat was niet crossen. Okay. Voor mij was dat misgunnen. Okay. Snap je? Voor mij was dat van. Maar ja, misgunnen en crossen is niet hetzelfde voor jou? Nee, bro. Okay. Crossen kun je alleen maar doen als je mij persoonlijk kent. Ah, ik, yes, ik, kan, ik moet van u houden facts. voordat je mij crossed Anders heeft dat geen betekenis. Snap je facts. wat ik bedoel? Facts. 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 Dat is het ding. Ja, ja. Daarom zeg ik gevoelig, want er zit gevoel in het spel. Snap je wat ik bedoel? Dat klopt. Wat vind jij zelf van de Vlaamse scène? En dan heb ik het niet alleen over u, maar over het hele ding. Ik vind mensen zijn nu meer erin aan het geloven. Mensen zijn daar deze keer echt voor aan het gaan. Vroeger, als je mensen vroeg, maakte je muziek dus Ja, maar als ik gezien heb. Nu heb je hebt echt mensen die gewoon 24-7 in de studio zitten. Het echt living, snap je die Travis Scott lifestyle zo van alles of niks. Dus dat is wel graaf om te zien. Alleen gaan we gewoon moeilijk omhoog gaan door bepaalde obstakels, zeg maar, die liever gewoon zouden kunnen meewerken voor een snellere groei. Maar ja, hard kent ook, snap je wat ik bedoel? Hoe dan ook, we gaan er geraken. Zolang je blijft strijden, je kunt niet. Op een dag moet je wel winnen. Snap je wat ik bedoel? Dat is het ding gewoon. Hoe belangrijk vind jij media daarin? In de zin van nieuws en zo. Nee, dan blogs of radiozenders. Van die mensen die jullie muziek moeten oppikken. Want Spotify inderdaad, maar jij, jij zet je muziek op Spotify. Dat is dope. Alle platforms, Deezer, ik zet Maar iemand die in auto is bijvoorbeeld, die dan... Die, hij wordt naar de radio luisteren en je liedje komt erop bijvoorbeeld. Dat is ook een soort van promotie. Klopt. Vind je dat belangrijk? Ja. Ik vind dat belangrijk. Misschien niet voor mij nu, maar ik vond dat wel belangrijk. Waarom vind ik dat nu belangrijk voor andere artiesten? Om hun motor sneller te doen draaien. En waarom niet voor u nu? Voor mij nu, ik heb zoiets van, ik ben al tevreden. Niet van, ik ben al meer zo van, mensen luisteren nu echt naar mijn shit. Snap je? I'm cool. Ik moet niet de next Michael Jackson zijn of zo. Of Tourist Slimsy of zo. I'm good. Snap je? De buurt kent me. Gero, ik ga losse geiro halen, King. Snap je wat ik bedoel? Dat is voor mij een keer. Dus eigenlijk, je fanbase is eigenlijk gewoon je buurt. Allee, de mensen. Het gaat wel verder dan de buurt, maar jezus, jij merkt aan de hoeveelheid mensen in de buurt wel van: oké, okay, mijn muziek hoort echt. Ik praat over dertigjarige mannen die voor mij komen zeggen: van ik heb je muziek gehoord, snap je? Daar heb ik het over. En dat is ook voor wie jij die muziek maakt. Ik maak die muziek voor iedereen die dat leuk vindt, bro. Maar de mensen die echt weten over wat die muziek gaat, gaan zich gewoon harder eraan getrokken voelen. Of de mensen die de message er, uh, erachter begrijpen, die gaan het die gaan altijd harder voelen. Jij kunt naar een liedje luisteren van, ik zeg maar, iemand een moordenaar of zo en je kunt zoiets hebben van harde bars maar een moordenaar kan een de luisteren zoiets hebben van wow die jazz yes, is echt een spitter snap je wat ik bedoel? So it's like whoever to listen can listen. Wanneer was je eerste optreden? Pst, dat weet ik niet meer. Ik heb je ooit zien optreden? Waar? Oostende. Kleine, Young B en Freddie. Ja, dat was ook al lang geleden Je hebt veel energie. Ja man. En dat is de eerste keer dat ik u zag op training Ik dacht, het is jong, ik denk dat je 17, 18 was of zoiets. So zoiets, ja. En ik dacht, deze Janga ik ga low crowd shit gewoon Dat is eigenlijk wel dope. En ook de after movie was ook dope, kan je niet zeggen. Ik heb die ja. nice zelfs nooit gezien. Ja, ja, ik had dat shit. Maar, maar dus je weet niet wanneer je eerste optreden was. Was dat niks speciaals voor jou? of zo? So? Niet dat dat niks speciaals was, maar. Ik ben altijd zo'n jongetje geweest die mee deed in talentenshit zo, Dus okay. ik heb veel op dit ja, snap je wat ik bedoel? Ken jij nog je eerste tekst dat je hebt geschreven? Nee man. Ook niet? Dat is waarschijnlijk echt trots. Sowieso ken ik dat niet man. Dat is dezelfde antwoord dat die jongen heeft gegeven. Okay. En oké, okay, nu jij bent volwassenen, Wat vind jij dat er ontbreekt in deze scène? Om deze scène echt, echt vooruit te pushen. En niet alleen deze scène. Wat vind jij dat ontbreekt? Voor Freddie King om door te breken. Geld. Schrappig, Tim Daly stelde me hetzelfde vraag, man. Antwoord is nog steeds hetzelfde. Wat ga je met die geld doen? Investeren in mezelf natuurlijk. En dus ja. weg, weg, weg. Om door te breken. Heb je ja. geld nodig. Ja. Ze geven je 100.000. Je bent weg. In de zin van, ik ben vertrokken. Wat doet je met die 100.000? Als ik dacht, als ik broer, dan uh, mensen met 100.000 ineens uh, waar ik wil zijn, snap je? Ja. Ik, ik moet die bro, saus bijhouden. Weet bro. gewoon, voor u is er iemand anders en na u had er ook iemand anders gewoon bij wijze van spreken. Maar geef een idee van ongeveer. Je hebt 100.000, wat zijn de ideeën ongeveer? Bro, eerlijk gezegd gewoon consistent blijven. Hoger kwaliteit. Maar Oké, okay. okay, hoger kwaliteit. Hoger kwaliteit, consistent. Zijn. Dus wat jij nu doet, is niets. Vol, of? Er is veel ruimte voor verbetering, mm -hmm. snap je? En er is ook veel ruimte voor consistentie, snap je? Mm -hmm. Dus sowieso, met meer geld zou ik meer kunnen doen. Dat spreekt voor zich. Dat is wel waar. Maar het is, het is niet dat je zo, maar in je hoofd, je hebt al een plan in je hoofd moest hebben van, van 100.000 euro krijgen. 100.000 euro, je kunt dat vandaag nee, krijgen. Nee, die plan heb ik nog niet in mijn hoofd. <laughs> Die plan heb ik sowieso nog niet. Maar ik ben daar nog niet. Maar dat kan gewoon toch ook zomaar vallen uit het niks, of niet? Nee, bro. Dat, nee? dat is niet te vertrouwen. vertrouwen. Vertrouw je eigen talent? Ik vertrouw mijn eigen talent, maar dus? ik, weet, ik, ken, ik ken mijn waarde. Ik weet, ik ben 100.000 euro waard, snap je? Nee. Ik ken iets mijn 20k, maar ik ben nog geen 100.000 euro waard, snap je wat ik bedoel? En niet dat ik weet hoeveel jij waard bent, maar waarom denk je niet dat je 100.000 euro waard bent? Bro, ik weet dat gewoon. Dat is toch moeilijk? Aan de hand te van je liedjes? Ja, ik weet gewoon van, er is nog veel, er, is nog, er valt nog heel veel te ontwikkelen. Heel veel, snapte wat ik bedoel? Ik steek niet veel tijd in mijn. Alleen, ik schrijf wel, ik steek veel tijd in het schrijven, maar het opnemen wil ik zo snel mogelijk doen en naar huis gaan. Dus daar steek ik niet zoveel tijd in. Dus ik weet van mijn eigen, van, er zijn nog veel gebieden waar ik op moet werken, snapte je? Um in Shoselini, um, Shoselonia, Cho heb ik vier liedjes gekozen, waar, waarvan ik twee eigenlijk, uh, ja, twee al heb gezegd. Paranoia, mm -hmm. dat was een hele warme lijn, rare lijn, sorry. Kom binnen, net als Brad Pitt, je zou denken ik ben Angelina Jolie, bro, like, I don't get it. Oké, okay, maar is de the lijn ervoor. Nee nee, wacht like de lijn ervoor, ah putain, wacht like waar wat de lijn. Volgens mij... Ik heb dat geschreven. Ik heb dat niet... Maar dat heeft iets te maken met bro. stiekem binnenkomen in een osso. Is dat van een film dan? Mrs. Embra Mrs. Smith? Maar die zijn toch in echt, echt getrouwd? Ja, dus okay. als Brad Pitt ligt te slapen. Als Brad Pitt. Als hij is aan het pitten. Okay. Wie kan er binnenkomen zonder dat Brad het merkt? Angelina Jolie, zo ga ik in je osso komen. Dat bedoel ik, snap je wat ik bedoel? Bro, we taking this deep bro. Snap je, yeah, bro, we all here, bro. Yo, shut up. You got me on that one. Als een Engels was, ik je dat geven. Nu dat ik aan denk, Brad Pitt, ik denk, ik ben aan genie. Ik dacht al, what the fuck? fuck is hij daar aan het zeggen, bro? Dat is niks al, was Maar ik ben blij dat je hebt Er zaten sowieso honderden mensen met die vragen. So talk with Charlie, you got me. Paranoia, moeder beloofd. Oké, okay, 32 bars. Hoe is die track? tot stand gekomen. Tot stand gekomen. Bro, ik zeg je eerlijk. Ik Want er is een originele en de, de remix. De meesten kennen de remix. Ja. Ik heb gewoon zoiets van. Ik wil gewoon paar droppen, snap je? Ik bedoel echt gewoon zoiets dat je gewoon op de hoek van de straat ga, even schakelippen, snap je? Gewoon straight paars. snap je? 16 is net als een verhaal. Wat dat? dat is een van uw teksten. 16 is soms dat is een verhaal. Of zo. Ja. Snap je? En ik had zoiets van, tape die gewoon. Ik heb dan naar Purple gestuurd. Purple vond die show. Hij is er ook op gaan tapen. We hebben die uitgebracht. De originele. De originele. De Origineel is uitgebracht. Eerst en vooral. Purple. Waarom heb je die naar Purple gestuurd? Oh, ik like fuck niet meer veel rappers, man. En daarom. En purple is, purple is. Los, want wij zien, ook, wij zien elkaar niet als rappers, snap je? We hebben die geld niet dat rappers hebben. We zijn gewoon dreries van de beurt, snap je? Dus sowieso, als er, ik zoek zo gewoon mensen waar ik me comfortabel voel en ik, voel en ik vind Purple gewoon nice. een keihard rapper. En ik weet hij is real, snap je? Dus sowieso, ik ga hem als eerst halen. En plus, hij was, hij was, hij was net vrij. Ik had zoiets van bro, snap je? Maar is er een reden dat jij. Niet met rappers fout, zoals gezegd. Ik ben, broer, ik ben niet zo'n kennismaker. Ik maar het is niet dat er een, iets is gebeurd in het verleden of zo dat jij besloten hebt van. Weet je wat, ik ben dat beu, ik wil nu alleen met de mensen. Nee, werken. het is meer van. Pss, ik hou niet van te veel onder mensen komen, met te veel mensen in contact, nieuwe zielen leren kennen. Ik ben liever gewoon met mijn mensen die ik ken. En daar hou ik het liever gewoon bij. Snap je? Ik ben geen antisociale gast, maar. Ik kom weinig op plaatsen waar je met mij die jij weet, klik gaat maken of zo. Oké. Okay. En hoe hadden de mensen de originele dan ontvangen? Waarom? mensen vielen die wel. Iedereen was niet aan het draaien, maar snap je? Mijn cijfers zijn ook gewoon niet zo papend, snap je? Dus. Maar dat was wel zo van ontvangen. Dat, had, dat was uh, beter gestreamd dan bepaalde liedjes die ik daarvoor had uitgebracht. Snap je? Mensen vielen die wel. En, en daarna heb je dan besloten om uh, die remix te maken. Of hoe ja, is die dan De uh, zwanger die het mij gestuurd, hij had zoiets van, uh, wat hij volgde me al snap je, hij showde me al love, wij ik wij Mensen zonder dikke nek snap je, wat ik bedoel. Dus ik had zo van, al, had zo, hij zei, ik wil die remix maken dit dat. Hij vroeg van, wat wil jij liever, gaan we zelf een track maken, een nieuwe track, of gaan we de remix maken? En, en ik had zoiets van, kom we gaan gewoon die remix maken, en zo is dat tot stand gekomen. Uiteindelijk, die is wel heel goed ontvangen. Ja. Jullie zijn ja. ook naar uh, 101 bars gegaan. Klopt. En hij heeft jullie eigenlijk meegebracht. Heb je ook op samen op kunnen treden of? Ja, uh, hij heeft me ook al eens uitgenodigd op een van zijn uh, optredens. Ben ik met hem daar op het podium gegaan. Zo so is eigenlijk showing love. Snap je? Voor real. Inshallah. Yeah, ja, man. Wat voor gast is die gast zelf? Hij is gewoon tranquille, man. Zoals je mij hier ziet, zoals hij hier gewoon ook rustig mee, snapt. snap je? wat je denkt, bij hem, nice, spitter. Ja, yeah, bro. Ik zeg je eerlijk. Hij heeft wel gekild op die remix. Ja. Hij heeft mij een andere zicht gegeven op hierop. Gekeild. Waarom? Hij komt ook hard, maar op een andere manier. Niet alleen Zangt daar, hard, Ook dat. op een ander liedje met uh, shout-out naar uh, Ramzi en. Nee, nee, Josh, ja, daar heeft hij ook, ook ik daar, snap je? Ja. Dus maar heeft ermee. Het dus... Ik voelde dat wel. Oké, okay, maar dan, Jij bent vaak in Brussel geweest dan? Om... Nee, helemaal niet. Ik heb hem, ik heb hem de sporen doorgestuurd. Oké. Okay. Hij zegt: Binnen twee dagen heb jij de volledige liedje. Binnen twee dagen had ik die volledige liedje. En dan was ik gewoon weg dan op mijn verjaardag, man. En ik die op mijn verjaardag uitgebracht. Oké. Okay. Maar vond jij zelf van uiteindelijk. Uw volledige project Josselonia. ja. Album of ik weet niet hoe dat, dat is. is. liedjes hadden weer? 19. Dat is een album in Ja, ik zie dat niet echt als een uh, album. Een LP bro. toch? Ik zie dat niet echt als een album bro. Ik zie dat gewoon als ja. mixtape. We noemen het een mixtape. Een album is meer, uh, ik weet niet. Dieper. Bro, Dieper. Bro, bro jij hebt diepe. Alleen voor mij de diepe waren de mama de ghetto paranoia moeder beloofd. Ik ben deze liedje vergeten. War baby, leg mijn eigen zaad. Ik denk dat ik het begrijp, maar ja. voor de mensen die het misschien niet gaan begrijpen, net als die Angelina Jolie. War baby is meer van, uh, ik ben geboren, ik ben geboren in de oorlogstijd van uh, Liberia. Uh -huh. En daarvan kom ik om met die titel War baby. We zijn dan allemaal war babies. De ja. meeste van ons. De meeste van ons zijn war babies. Zoals ik zeg, ik maak altijd lies omdat ik, mijn, ik weet van mijn eigen van hoe dat ik me voel. Sowieso, er zijn meerdere mensen die zich ook zo voelen. Trouwens, sannoot, wat vind je van wat er nu allemaal aan het gebeuren is? Alleen en dan heb ik het over de Black Lives thing gewoon. Ben jij ook gaan protesteren of niet? Nee broer. Nee? Je, nee, spreekt broer. Niet, uh, je spreekt je niet uit? Niet van ik ga me niet uitspreken, maar... Ik weet dat gaat niet helpen. Ik weet een protest helpt niet. Duidelijk. S Hoeveel dagen geleden is er nog iemand vermoord door een flik? Maar ik kan ook niet zeggen dat hij vermoord is geweest. Want wij oh, weten heb je de video gezien. De maar wij weten dit gewoon niet. Dus jij mag dat gewoon eigenlijk niet. We weten dat niet. Misschien gaat hij well, tegen de tijd dat deze uit is, dus misschien komt er wel uit dat hij hem heeft vermoord. De media zegt hij is gestorven in het ziekenhuis. Snap je wel? Mensen de clip. Snap je? Ik ga hier niet een blad voor de mond houden. Ah, ik doe dat. En ik weet. Ik weet inderdaad hoe provocerend politie kan zijn. Ik heb dat live meegemaakt. Ik hoef die clips niet te zien. En daarom. Snapte wat ik bedoel? Dus ik weet van mijn eigen van een protest dat gaat niks helpen man. Dat is niet wat we nodig hebben. We hebben zwarte mensen nodig met macht. Echt macht. En wat bedoel je met macht? Macht in de zin van mensen die gewoon echt shit kunnen veranderen. Nu, zoals mijn moeder altijd zegt, we live in a white man world, snap dat? We hebben meer zwarte mensen nodig aan de macht. Dat is wat ik zeg. Uh, wat echt je ja, bijvoorbeeld aan bij ouders die um, kinderen naar de juiste posities sturen, alleen scholen sturen die uiteindelijk ook gewoon graduate en ook gewoon advocaten worden, en zo van die dingen. Wat, zo denk ik dat je eigenlijk racisme moet aanvechten. aanpakken. Van like make sure that the next generation do it better first and foremost. En dat dat we geen opgevers zijn, dat we hun laten zien dat yo we get this, like we can really do this. I mean, bijvoorbeeld hier in ik ben ook niet, ik ben. Ja, flikken, dat is ja, flik. Maar bijvoorbeeld, er zijn geen zwarten, alleen niet genoeg zwarten Als politieagenten? Politie ah, ik denk dat ze ons accepteren. Maar gewoon om voorbeeld. dat ze mij niet accepteren van een gegeven Maar ik bedoel gewoon, we moeten meer zwarten in bepaalde posities hebben. Ja, dat bedoel Dokters, ik. Dokters. Dokters, snapte. We hebben wel zwarten die de lijnbussen doen. Die no disrespect aan iedereen die er zijn. Dat is een dope job. But ja. they don't want to give. Allé, die echte. Die, die bigge, tuurlijk, bro. En want je is... weet wat er gaat gebeuren. Er moet niet noodzakelijk iets gebeuren, maar wij moeten er ook voor vechten. En één ding dat ik wel wil zeggen is bijvoorbeeld: toen ik, vrij kwam van, allé, toen ik terug van, kwam, van Amerika kwam, hoorde ik bijvoorbeeld altijd: yo, wij krijgen die kans niet. Of we. Bro, wij willen die kans niet krijgen, uh, pakken. En dat is geen shake naar u bijvoorbeeld. Maar misschien als je op die school was gebleven, was je nog groter geworden dan jij vandaag bent. Bro, ik had soms ook geen plan om een politieker te zijn. Of zo. Geen van politiek, fuck bro. Misschien als je op die school bent, was, was je iets anders geworden. Maar door het feit dat je schoolmoe bent, ook op school, ze leren je waarschijnlijk op het moment zelf niets dat jij geïnteresseerd in bent. Dus jij wilt dat ook niet doen. Maar stel je voor dat je op school was en ze leggen je uit de businessplan. Yo, dit, dat, 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 dit, dat. Maar dingen dat jij echt in het echte leven kunt gebruiken, van, misschien was je gewoon daar gebleven. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ze moeten zich focussen op dingen die echt gaan helpen. Bezel, sommige jongeren die zijn bang om te zeggen dat ze in Bezel zitten, bijvoorbeeld. Voor wat? Mm -hmm. Gert Verhulst, een van de rijkste mannen in België. Hij heeft zelf geen diploma, heb ik gehoord. Maar this man is one of the richest people uh, in België. Dus diploma maakt u niet altijd. Het is een poën, langs de ene kant. Maar, um, trouwens, ik heb nog een vraag. Boef hij heeft, ik denk, vijf streams in één dag gedaan of zo. En hij is nummer twintig. Denk je dat dat ooit gaat gebeuren hier? Ik en, ken eh, bro. Eh, Wat moet er gebeuren om... Allee, want Boef heeft een grote fanbase. Ja. En, op, en om nummer twintig te staan in, in, op, in de wereld, dat is, dat is heel warm. Wat, moet, wat denk je dat er moet gebeuren om een artiest hier in België in zo zo'n positie te zetten, bijvoorbeeld? Bro, daar heb ik echt antwoord, nee. Nee. Ik heb daar geen antwoord op. Maar... Je ziet wat voor muziek Boef maakt, bijvoorbeeld. Ja, ook. Maar je trek... ziet ook hoeveel andere artiesten er in Nederland zijn. Dat Snap is ook is... Maar daarom terug bij media, juist. Hoe belangrijk is media? Want Holland heeft een... Die hebben waarschijnlijk veel media's. Ik kan bijvoorbeeld, om gewoon een voorbeeld te geven van niks, er zijn dingen gaande op voor niks. Shows, artiesten komen langs hier en daar. Dus constant is er iets bezig. Blijven kijken. Hier hebben we dat niet. Shout-out naar de mensen die dat wel proberen te doen, maar dat is ook niet consistent. Ik weet niet hoe lang Charlie Ik wil dat zo lang mogelijk doen, maar dat is waarom wij als Belgen, denk ik dan, niet vooruit gaan. Want wij doen dingen. Oké, okay, deze is warm, deze is hard. Twee weken, drie weken. Je ziet iemand anders dat we ook wel doen. Jij wordt bijvoorbeeld gedemotiveerd, gestopt. Of ja, hij is een hater. Nee, laat hem dat doen en doe gewoon verder. Kijk naar je eigen. En ik denk hier in België veel mensen, ja, ze haten dat. Terwijl we niks hebben. We hebben niks. We hebben geen media die jullie... Ont... Weet je, als vandaag een gast naar hier komt en vraagt mij, Freddy King, mij zoekt u op op Google, bro, hij gaat niks vinden over u. Niet alleen u, en dat is niet om shit te doen, bro. Ik, nee, ben, ik, ik ben geen, uh, man, no negative vibes, none of that shit. Maar dat vind ik jammer. Because when, bro, I, just, I took my time to write your lyrics, bro. Dat laat zien hoe dope je bent. But if somebody comes in and asks yo Freddie King, ik wil we gaan iets opzoeken. En ook de informatie dat je hebt is misschien, en dat is door misschien te weinig media te hebben. Daarom zeg ik, media is wel belangrijk. Dat is belangrijk, man. Yeah. Ja bepaalde media ga je misschien mee botsen, maar ja. even then, maar alles komt met zijn tijd zeg ik gewoon. Facts. er gaan momenten komen, ze gaan niet anders kunnen. Die moeten over je posten, anders zijn ze niet relevant. Dus wij kunnen ook gewoon op dat, die, die moment wachten. Maar mijn grootste zorg is als een artiest naar hier komt en ze vragen wie zijn de beste rappers, ze moeten een naam zeggen zoals een Freddie King, een Dougie die, een Young B, Gewoon namen van artiesten hier maar dat gaat niet gebeuren, because die don't get the information. Wij bijvoorbeeld, Riverside. ik ben geen artiest. Mohammed is geen artiest. Dominique is een artiest, maar hij doet ook wanneer hij dat gewoon wil. Maar Young B is de enige artiest hier. Hij is gestopt met muziek. Gedurende drie jaar denk ik of zoiets. Gewoon focus aan deze werking. Maar Langs de ene kant, de muziek was je een going forward, my brother. Maar je bent wel iets aan het creëren die misschien de volgende generaties gaan helpen. En dat is ook het verschil, waarschijnlijk, met de visies die mensen niet hebben. Mensen denken alleen aan wat er nu gaat gebeuren en nu alleen. Freddie King vandaag, bij wijze van spreken, heeft maar 60.000 streams. Ah, hij is nog niet de artiest dat we... Nou, wie ging er mee? Maar wanneer Freddie King een 600 miljoen stream heeft, die gaan ook voor je. Want ze denken gewoon aan het moment zelf. Daarom moet jij ook met hen kunnen communiceren, Freddie King. Ja, ik kan sowieso met hen communiceren. Ja, en niet als ze je op groen zien dat je hun negeert, Freddie Want jullie kunnen dingen voor ja, elkaar je, betekenen. Heb je mijn post gelezen? Ja, en dat eerlijk gezegd persoonlijk, ik voelde dat niet. Ik heb je dat niet gezegd, want ik wil je ook gewoon face-to-face -face zeggen. Maar ik voelde wel dat je hebt gepost. Sorry, ik ga het anders zeggen. Ik voelde wel dat je hebt gepost, maar ik voelde niet dat je je tijd er zo echt zo echt erin. Want uiteindelijk heeft zij wat zei. Wow, I'm gonna be honest, me you. Jij bedoelde dat waarschijnlijk in je, op je stand, eigen visie. je had je own shit going, maar You took your time to write that long ass text about her. Ja. Als jij dat niet een probleem vindt, is geen probleem. But personally I would never do that. Oké. Okay. I don't even text my baby moms like that. <laughs> maar bro, ik heb zoiets van <laughs> Ik heb zoiets van veel mensen zijn ontwetend. Dat is een feit. Ik vind zulke informatie moet gedeeld worden. Als jij, als iemand naar u komt als iemand op, op een podcast komt en die gaat leugens spitten over Talks with Charlie, gaat je dat adressen of gaat je dat laten sliden? Honestly, jij zou nooit weten dat ik dat heb gedaan. Maar zou je dat adressen of zou je, je dat laten sliden? Maar je zou dat nooit weten dat ik dat heb gedaan. Iemand heeft je al accused, iemand heeft je al snapchat. In die persoon heb jij gezien die persoon die onder je comment heeft geschreven een lange tekst, yo, uh, the de host is a clown, etcetera, etcetera. Ik geef I dat man drie crowns. Waarom dan? Je king. Want als je deze stukjes hebt gezien en je hebt een hele, ook een hele lange tekst. Dus jullie zijn warm voor lange teksten. Je hebt een hele lange tekst geschreven. Dus dat betekent ook dat je tijd hebt genomen om die episode te checken. Die? Die. die, die clip. kijk bro. Nee, nee, uitleggen. ik heb het niet over u. Ik ga je uitleggen ik, hoe ik dat heb het over is. die persoon geholpen. Oké. Okay. Dat voor mij is dat hoe. Uh -huh. Want los van dat ik ben de host, Aron, don't, man, ik, I fuck with you. Ik praat met u every day. Maar uh dat -huh. like said, ik heb geen shade naar u gehoord, niks naar de rest. Ik ben ook niet zo. Hoe zij zich voelt, man, ik heeft, dat zijn. Hoe jij voelt, dat en hoe ik mij voel, dat. Oké, okay, bro. Leuk, maar ik heb zoiets van als er één ding is dat ik niet tegen kan, zijn het mensen met twee gezichten. Dus als je één gezicht hebt buiten de camera... Had je een camera, goede band vroeger? Ja. Snap je? Dus als je een gezicht hebt buiten de camera, een ander gezicht in de camera, en dan wil je mij nog gaan betrekken en mij samen die slechte gezicht geven die je eigenlijk hebt buiten de camera, zulke dingen laat ik niet sliden. Want mensen gaan een verkeerde visie hebben van mij. Maar, ik, ben geen, ik ben geen persoon, ik ga dingen de hele tijd in me houden. Ik ga de uitersten... In, in de privé? In privé In privé In privé aanspreken? aanspreken. Ja, in privé. aanspreken. Nee, bro. Ah, Ze know. heeft het online addressed. Het staat op YouTube. Dat is een Wat moet ik, waar moet ik haar fact. DM gaan sturen? Maar dat is weer die, Maar dat is wel de emotionele kant weer. Ja. Want los van dat, nogmaals, ik heb een post gekregen. I don't react. Because, like, you, Freddy King is not even supposed to talk to you. Hm. Ze moeten normaal gezien zelf niet met u kunnen spreken. Het ja. Bro, te spreken. ik vind van mijn eigen, mijn fans moeten weten hoe dat ik ben. Zodat die geen rare shit later verwachten. Snap je? Maar stel je voor, later jullie werken wel samen. Ik ken Talia. bij Nee? Nou, nah, bro. Aye. Broer, deze is geen. geen bro, als jij een meisje gaat versieren en zij weigert u tien keer, gaat jij nog een elfde keer proberen? Heb jij nu ook een beetje de message door? I got a wife at home, I would not even try the first time. Maar jij weet wat ik bedoel. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dan gaat jij ook gewoon zoiets hebben van, ah, het um, meek. En als dat that's that's meisje dan naar u komt omdat jij een paar jaar daarna je money hebt of je bent die Persoon, je bent poppin' in de zin. Gaat je nog iets meer doen? Nah. Is the same way. Yeah. But like I said, we, we doen it for a small culture that we have, so you know, we gotta. Bro, ik ga geen, geen mensen van een taart laten eten waar die niet verdienen te eten. Nah. Yeah. Simpel. Dat maakt me zelfs niet uit of dat die door het feit dat jij eet op mijn taart, dat mijn taart groter gaat worden. I don't care about that, snapte. Ik ga niet door het leven als een als iemand dat ik niet wil zijn. Oh, Snap je? Ja. Ben jij ooit eens benaderd door labels? Ja. Which one? Ik wil dat liever niet zeggen, jij weet. In ieder geval dat ik later in de interview een bepaalde opmerking ga maken of zo, maar ik heb wel hier een... en daar. Ik hoor gewoon interesses, ik zal het zo zeggen. Ik en nooit uh, direct gestuurd van jou of uh, kom eens langs. Met u spreken. Er, war, er was wel eentje die mij had gestuurd. Uh, dat was een beetje vroeg, een uh, paar maanden geleden. En waren ze ver of waren ze dichtbij die? Dat was waar, uh, benaderbaar, snap je. En, uh... met de auto of met de lijnbus? Nee, gewoon. Ik, heb een... ik werd gebeld. Die vroeg voor mijn nummer. Die belde mij ze... Maar die Lebo die u heeft gezocht? Ja, waar ze? Ah, nee broer. Je hebt het over. Uh... Ik, ik, heb het over, uh... ik heb het over de label die je benaderd ja, hebt. Ja. Was dat een label in maar België of in Holland? Voordat ik bij een label ben getekend of nadat ik... Uh, nee, nu. nu. Allee, onlangs ben je ja, nog benaderd. Ik hebt Joseline gedropt voor. En jij, Joceline, ja, en jij zegt die, die label kwam die met de bus of met de trein? Nee, helemaal niet. Ik zeg die label is dat... Uh, <laughs> oh, sorry. Ik begrijp niet, man. De, die label, als je naartoe moet gaan, kun je ja. met de bus gaan, de lijnbus, ja. of moet je de auto nemen? Bro, je probeert het nou gewoon zo. Je weet te laten expose bro. Nou ja, maar als je de zegt, nee, dat weet bro, ik. Het is gewoon zijn label. Klaar. De lampjes dus. <laughs> <laughs> nee maar en Eerlijk Maar gezegd, ik weet niet waar die label zit man. Dus maar op, wat dan. vond jij zelf toen ze je benaderd hebben? Bro, ik vind een label nu sowieso uh, onnodig man. Onnodig. Ik heb die... Maar ze, 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 ze geven toch een push of niet? Ik heb, dat is wat ik zeg, het punt dat ik ben, ik ben al tevreden. Mijn muziek gaat via mond tot, mond tot mond tot mond tot mond tot mond. Maar kan dat nog niet meer? Dat kan. En een label had dat, dat normaal gezien moeten doen of kunnen doen? Ja, die kunnen dat. Maar ik ken mijn waarde. Ik moet er ook iets aan hebben. Oké. Okay. Want die gaan er ook iets aan hebben. Een 20k? Iemand iets gratis. Een 20k? Ja, of 25k mag ook. Zoiets, Zoiets. Wat vind jij, vijf jaar van nu, waar moet jij staan? Ik moet mijn eigen, al hebben. Mijn eigen labeltje hebben. Ik moet al echt een stabiele balans hebben in de muziek. Zijn. Mooi van kunnen eten. Ik moet zelf gewoon ook stabiel zijn in mijn echte leven. Mijn broers moeten stabiel zijn. Klaar. Stabiliteit, man. Stabiliteit. Stabiliteit is de woorden van de dag. Dank je, Freddy. Is loyaliteit belangrijk voor Freddy? Ja, bro. Want daar kom je weer op neer. Ik ben een gevoelige gast. En dat is iets dat ik helemaal niet tegen kan. Mensen die onloyaal zijn. Heb jij ervaring met meerdere mm -hmm. mensen? Bro, ik denk als jij in mijn, als jij in mijn tekst hebt uh, gezeten, heb je dat 100% snapt. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld niet in de tekst hebben gezeten? Ja, dat vind ik. Uh, die de uitleg die deze gewoon gaan zien, zeg ik oké, okay, nu weten wij wie Freddy is. En we willen weten wie Freddy is, sorry. Bro, het ding is. Ik, ik kan daar slecht mee omgaan met mensen die niet loyaal zijn. Want ik ben iemand, ik hou van, ik, als, als ik met u ben, ik hecht me aan u. Ik creëer een band met u. En ik kan geen band creëren met u. En, na een tijd ik moet die band kapot maken. Ik maak mijn eigen daardoor kapot. Mm -hmm. Snap je wel? Je investeert tijd erin. Ik investeer tijd, liefde. En dan uiteindelijk moet je die band kapot maken. Super, daar heen. heb ik veel geleerd op een jonge leeftijd. Ik heb geleerd: er zijn veel mensen die in je, je lijf komen, maar die hebben een tijd duur. Die duren maar een bepaalde tijd, totdat je bij de volgende bladzijde bent. Dan krijg je weer nieuwe namen. En van die vijftig namen, zeg maar, gaat je telkens misschien één of twee namen meenemen naar de volgende pagina. En zelfs die mensen verlies je bij de komende pagina. Snap je? Dat, is wel, dat is wel. Als jij koppig niet mocht gebruiken, welke andere drie woorden zou je gebruiken om Freddy te beschrijven? Bro, die is moeilijk, man. Sowieso eigenwijs. Is dat positief of negatief eigenwijs? Zelfs een positief en negatief bekend. Uh, ik weet niet, man. Ik weet niet welke twee andere namen. Eigenwijs. Ken jij je eigen goed? Ik ben elke dag nog een beetje aan het ondervinden. Maar ondervinden. Als iemand moet vraagt wie is Freddy? Want je kon geen andere de twee eigenschappen noemen, bijvoorbeeld. Wie is Freddy? Bro, Freddy is een strijder, man. Strijder. Freddy is een strijder. Dus in andere woorden zou strijder kunnen zijn. Ja, kom. En wat nog? Wie is Freddy wat doet als ik vandaag aan Freddy moet vragen: wat is iets dat je altijd doet, maar dat je eigenlijk niet wil doen, bijvoorbeeld? Dat is een rare vraag man. Ja. Uh, ik weet niet, nu ik werk, dus dat is iets dat ik later niet meer wil doen. Ik wil later. En hoe ga je zorgen dat jij niet later moet werken, bijvoorbeeld? Ja, door uh, hard te werken en genoeg geld sparen. No? Dus werken. Werkende mens, ja. eigenwijs. En wat is die andere? Strijder. Strijder. Werkende mens is een strijder. Ik wil twee dingen weten. Je top 5 van de jongens in de Vlaamse scène. En je top 5 van de artiesten. Mag niet uit dat ze Engelstalig zijn. Mag niet uit dat ze Nederlandstalig zijn. Van de older generation. Jij bent eigenlijk van... Ja, je bent eigenlijk van de... Van welke generatie dit gaat? Ik weet het niet, man. Dat boeit me. Man. Ik luister nee, alle soort muziek Ik wil dat wel weten. Nee, ik bedoel niet van de jonge gasten hier in de Vlaamse scène. Ja. Jij bent het hoe tuss... dat, hoe dat ik me eigen zie. Ja. Welke generatie kom jij? Ik voel me wel een beetje aan de oudere kant, man. De, de AJ's en de Pilly's generatie. Niet per se, maar ik voel me ouder dan de meeste mensen die rappen. Ah, ik... ja. Dus aan de hand van hoe jij je voelt, dat je eigenlijk de jonge kunnen bepalen in de oude generatie. Ja, ik sta zo'n beetje tussenin. Ja. Ik. Dus wie is de top 5 van de jonge generaties dan? Top 5 van de jonge. Mm. Kijk, sowieso, mijn broertje Milson, hij zit daar ergens in die, in die top 5. Mm -hmm. Ik ga hem voor nu op 3 zetten zelfs. Maar voor de rest, bro, ik luister echt heel weinig Belgische muziek zelf. Ook van de oude generatie. Van de oude generatie ook. Ik luister echt heel weinig Belgische muziek, dus okay. ik ken die. Welke Ik luister wel? UK, man. Ik ben op, ben op de UK vibes. Je bent top 5 UK dan? Top 5 UK, Digga Op 1, K-Trap op 2. Um, Doe maar Dutch Valley op 3. Kijk, Stormzy kan ik niet plaatsen in deze lijst. Snap je wat? Ja. Hij is zo van. Hij is Drake vandaag. Snap je maar. wat ik bedoel? Hij is zo die kant, zo. Maar ja, man. Dus je ja. alleen. Vind jij dat niet erg bijvoorbeeld, je zegt, Witte. ik luister niet naar de Belgische muziek? Bro, ik vind, ik vind in België, er is niemand die mijn aandacht pakt. Ja, maar gij, gij... ik heb wel hun liedjes gehoord, maar ik kan nu niet opnamen voor u opkomen. Okay, zo, wat, zo, ja. zo consistent zijn die niet. Die droppen een liedje, jij ziet u misschien in zes maanden. Wat jij nu zegt, hè, zo consistent zijn ze niet, is ook wat er eigenlijk werd gezegd op bepaalde plaatsen. Van, sommige mensen droppen nu en daarna droppen ze niet, of ze droppen gewoon samadishing. En dat is eigenlijk wel waar wat je nu zegt. Uh -huh. Sommige zijn gewoon inconsistent. En jij bijvoorbeeld, jij hebt een. Chazalonie. Uh, uh -huh. Gedropt. Maar je komt met nieuwe shit. Uh -huh. No, no, -e cap is dat. I mean, dat is een video die gaat ook. Binnenkort, denk -e -cap. ik. Ja, Ik heb een video geschoten online. Ramzi was erbij, dacht ik. Nee, broer. Ramzi was een okay, videoclip video aan het schieten. Ik was gewoon. Oké, okay, uh, okay, Alex. Maar ik heb ook nog iets vernomen trouwens. Uh -huh. Maar ik weet niet als ik dat mag melden. Dat gaat eind augustus uit zo shit like dat. Wat het Chozolonia 2? Ah, mensen mogen dat weten. Oké, okay, alles. September, september brengt Chozolonia 2 uit. Ay, perfect, perfect. Dus bravo sparen, het wordt prijzig. <laughs> prijzig. Wat zal jij doen met 24 uur te leven? mijn spelen met uh, waarschijnlijk mijn moeder, is echt ponden gaan chappen. Snapte. Liberiaanse gerecht? Ja, misschien. Give me one common Liberiaanse gerecht. Kijk je ook qua soep? Nee, ik ken dat niet, maar je zat de Ik kan dat moeilijk uitleggen bro, je moet gewoon eens komen eten man. Als ik hier rare dingen zien. I'm a definitely eh? Snap Snapte. De? Dus, maar, ja het shoppen met mama. Ja man. Eet hoor. Ja. Gewoon er niet aan denken man, ik zou er niet aan denken. This was a classic. Ja weet je? I think it was, you needed this shit because you was too emotional. You can appreciate that, my brother. God bless you. Appreciate it.